Hallo, lieve volgers. Dit, is even een andere video dan normaal. En ik weet ook niet hoe lang die wordt. Hij zou best wel best lang kunnen worden. Maar ik voel me wel eventjes soort van verplicht om dit te maken. En ik wil dit ook heel graag doen. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor andere mensen. Haar gezicht. Ik ga hem gewoon in één take doen. Boeien alle gekke dingen die tussendoor komen. Want ik wil het gewoon puur en eerlijk houden. Zoals de meeste van jullie weten, lig ik nu al 2 weken in het ziekenhuis met een bacterie. Nou, die bacterie, die is eigenlijk al redelijk ver mijn lichaam uit. En dit is ook niet precies waar deze video over gaat. Ik heb vanmiddag een scan gehad, een CT-scan. En nou ja, ik moet een nieuwe dialyselijn krijgen. Alleen, op die CT-scan zijn weer bloedstolsels aangetroffen op de plek waar dat zou moeten. Ik ga nog een aparte video maken over hoe nu verder het plan is omtrent die dialyselijnen. Want dat is niet waar dit om gaat. De afgelopen maanden voelde ik dat ik steeds minder energie kreeg. En dat begon ik bij mezelf te zoeken. Ik dacht dat ik lui was. Dat ik niet wilde. Gewoon dat. Alsof ik gewoon niks wilde doen. Zo voelde het voor mijn lichaam. Maar mijn hoofd wilde heel erg veel. En achteraf denk ik, het is niet dat ik niet wilde. Maar elke keer bleef mijn hoofd in datzelfde cirkeltje draaien. En heb ik mezelf continu de schuld gegeven van iets waar ik niks aan kon doen. Want ik heb... hele irritante pluk, sorry. Ik heb bij de artsen steeds aangegeven, jongens, ik heb geen energie. Ik heb geen energie. En ik maak zelf geen witte, of niet genoeg, rode en witte bloedcellen aan. Waardoor dus je energie achteruit gaat, maar waardoor ook je weerstand achteruit gaat. Waar ik waarschijnlijk dus ook deze infectie aan te danken heb. Maar als de artsen hier in dit ziekenhuis, dit gebeurt in veel meer ziekenhuizen, naar mij hadden geluisterd, mij en Gert-Jan serieus hadden genomen, dan had dit voorkomen kunnen worden. En ik zie hier dingen gebeuren in het ziekenhuis waarvan ik denk, dit is onmenselijk. Ik heb mij de afgelopen 2 weken gevoeld alsof ik rond werd gestuiterd als een basketbal. Als ik zelf niet zou controleren wat er gebeurt. Als ik zelf niet zou controleren welke medicatie ik kreeg. Dan hadden ze me gewoon alles laten slikken en alles laten doen. Want er zijn maar weinig patiënten die voor zichzelf opkomen. Er zijn maar bar weinig patiënten die testen wat ze slikken en wat ze binnenkrijgen. Ik heb het ook aan verplegend personeel hier gevraagd. En die vertelde mij dat de meeste patiënten gewoon alles maar slikken. Als ze pillen voorgeschoteld krijgen, ja dokter, is goed. Maar lieve, lieve, lieve mensen. Waarom nemen jullie geen verantwoording voor je eigen lichaam? Jij bent de baas over jouw lichaam, de artsen niet. En de artsen kijken alleen maar klinisch. Ze kijken niet naar de persoon. En ik wil dat dit naar buiten komt. En dat de artsen... Kijk, artsen veranderen, dat wordt misschien lastig. Maar hier komt ook mijn vraag. Is er iemand die iemand kent? Of zelf een documentairemaker is? Of documentairemaker wil worden? En houdt van films maken? Want ik zou heel graag een documentaire willen maken, of een film willen maken, over deze misstanden. Maar niet alleen over wat er misgaat.
Ik wil vooral kijken naar hoe we het kunnen verbeteren. Hoe kunnen we meer patiëntparticipatie toepassen in ziekenhuis? Hoe kunnen wij artsen in laten zien dat wij mensen zijn en geen objecten of basketballen? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen weer verantwoordelijkheid nemen over hun eigen lichaam? Dat is wat ik belangrijk vind. Want ik heb het al die maanden bij mezelf gezocht. En ik wil graag ook voorkomen dat andere mensen zich zo gaan voelen als ik. En dat er nog meer fouten worden gemaakt. Want ik weet zeker dat er echt al wel patiënten dood zijn gegaan aan het feit dat ze maar slikken wat een dokter zegt. Dus ik hoop dat iemand deze video ziet en dat dit iemand bereikt die mij hierbij zou willen ondersteunen. Een filmmaker of een documentairemaker. En misschien ook een arts of een verpleging, een opleiding die zijn of haar verhaal wil doen. Dat is even wat ik kwijt wilde. En bedankt voor de mensen die de moeite hebben genomen om heel deze video af te kijken. Want ik kan me voorstellen dat dit heel lang was. Maar ik vond dit wel heel belangrijk om dit te delen. Want ik heb het gevoel dat als ik het niet doe, niemand het doet. En ik ga niet met een lekker gevoel naar huis als ik naar huis mag. Met het idee in mijn hoofd dat dit gebeurt allemaal. En dat fouten worden gemaakt. Dat je zelf medicatie moet regelen op een dialyseafdeling. Dat je zomaar pillen krijgt waarvan je niet weet waarom. Dat je afspraken krijgt waarvan je niet weet waarom. Dat het je allemaal maar wordt voorgeschoteld. De mens moet weer terug in de zorg, lieve mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ten slotte wil ik nog melden dat, kijk, dat van vandaag, die klap, dat ik weer het gevoel heb dat ik een trap nakrijg, omdat ik die stolsels weer heb en weer een lieslijn moet voor mijn dialyse en daardoor nog ergens een keer een extra operatie moet. Ja, dat is zo. Dat is kloten, daar heb ik om gejankt. Ik wist niet meer hoe ik het moet oppakken, hoe ik het moest oppakken, hoe ik het moest doen. Maar ik merk dat deze video maken mij wel motiveert. En dus tenslotte wil ik nog zeggen dat, hoe fucking kut het ook is, hè. Want ik heb gejankt. Ik heb bijna mijn spullen gegooid. We kunnen samen, kunnen we dit veranderen. We hoeven niet meer als schapen achter de kudde aan te lopen. Het is niet nodig. En ik hoop dat jullie mij willen helpen om dit te veranderen. En mensen dit in te laten zien. Ik ga in ieder geval proberen heel erg gemotiveerd te blijven waar ik kan. En ik vind dat heel moeilijk. En ik vind dat heel lastig. Maar ik zal niet opgeven. Althans heel erg mijn best doen om niet op te geven. En ik hoop dat mensen deze video zien en hem willen delen. Volg mij voor meer van dit soort dingen. En ook natuurlijk voor mijn muziek. Dat is het belangrijkste. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne donderdagavond 21 maart 2024. Dag.